De zenuwen zitten er al goed in bij Joost van Oostrum, de burgemeester van Rhenen. Vandaag is het NK wielrennen voor burgemeesters. En van Oostrum verdedigt zijn titel. En dan moet natuurlijk wel alles in orde zijn. Even kijken of de band er goed op zit. Om de, zeker want het niet afloopt tijdens de wedstrijd. Want, dan lig je op de grond en dat beeld wil je natuurlijk niet hebben. Presteren moet hij, want hij moet zijn grote concurrent achter zich houden. Ja, Arie van Erk uit Bergambacht. Ik heb me vorig jaar verslagen in Bergambacht. Ik weet hoe vervelend dat is om te verliezen in je eigen stad. Dus daar zie ik eigenlijk nog het meest tegen op. En om die grote concurrent te verslaan moet Van Oostrum in topconditie zijn. Ja, veel gefietst, veel getraind. En ook het parcours goed verkend. De Bontekoestraat, de muur van Rhenen zoals ze het noemen. Ieder steentje moet ik nu kennen. En dat eigenlijk moet het genoeg zijn. Kilometers en parcourskennis, dat is het. In totaal heeft hij dit jaar zo'n 9000 kilometer gefietst. Maar nog steeds is er één ding dat hij niet kan. Nou, er is één zwak punt. Dat is de sprint, de eindsprint. Dat is ook moeilijk om op te trainen. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik ga proberen te demareren voor die tijd en weg te blijven. Zodat het niet op de eindsprint aankomt. Van Oostrum weet precies waar hij zijn winst kan pakken. Bij het klimmen. Laat dat de Bontekoestraat zijn. Dus daar moet het voor mij echt gebeuren. Daar ligt mijn kwaliteit. Op het podium staan is het doel voor Van Oostrum. Het liefst zou hij natuurlijk op de hoogste treden staan. Ik hoop echt dat ik goed genoeg getraind ben om te winnen. En ik doe mijn stinkende best, zeg maar. Maar als hij wil winnen, dan moet zijn sprint wel wat harder vanavond.